Vanavond is het zover. De prijsuitreiking van Timmerdorp in Maarsendorp. Iedereen zegt altijd dat het meedoen belangrijker is dan winnen. Maar vanavond niet, want vanavond gaat het om goud. Diana, dit was hem weer. Dit was hem weer. Maar ja, wij zijn al veel eerder in het jaar bezig met voorbereiden. En morgen nog een zware dag. Dus morgen, eind van de avond, zeggen wij dit was hem weer. Hoe kijk je erop terug? Als zeer geslaagd. Het enige wat wij niet kunnen beïnvloeden is het weer. Het was goed, hè? En het weer was goed. Ja, we hebben heel erg geluk gehad. Echt een van de mooiste weken van de vakantie. Nou, een van de mooiste weken voor de kinderen, denk ik. Dus helemaal geslaagd. John, ik zag dat jij door de bouwers aan alle kanten werd versierd. Ja. Hoe betrouwbaar ben je eigenlijk als jurylid? Heel betrouwbaar. Het is en blijven kinderen. Die willen je altijd omkopen, maar daar doen we niet aan mee, hoor. Heel zeker weten. Ouwe wel. Ja. Wat is dat heel zachtjes zeggen? Ouwe wel. Waar let je op? Kleurrijk. Zijn de kinderen leuk bezig geweest? Zijn het meisjes? Hoe is de aankleding? De hoogte? Zijn het meisjes, zei dat nou? Ja. Want? De aankleding en zo. Ja, precies. En die kunnen minder goed bouwen. Ja, en dan zie je bij de jongens dat ze hoger zijn en wat steviger. En dat verschil kijken we een beetje. Ja. Laat je niet omkopen, hè? Absoluut niet. Waar let je op? Ik kijk naar originaliteit, naar enthousiasme van de kinderen. En ja, dat is het dan zo'n beetje. Ik mis de veiligheid. Nee, daar is al lang naar gekeken door andere mensen. Daar hoef ik niet meer naar te kijken. Nee. Dit ziet er wel even, want dat tikkelt je beter uit dan die kinderboerderij van jou. Ja, het is maar van hout, hè? Nee. Van hout? Van hout, nee. Goeie week gehad? Ja, best. Ja, en hier ook gelukkig, dus mooi weer. Zag er allemaal goed uit. Tevreden? Mijn dochter heeft zich vermaakt. Wat heb je gebouwd? Wij hebben het politiebureau gebouwd. Ja, de sheriff. Jij bent de sheriff? Nee, we hebben eigenlijk niet echt de sheriff. Hey, meedoen is belangrijker dan winnen, wordt dan gezegd. Dat is bullshit toch? Je wilt toch gewoon winnen, of niet? Ja, we willen wel heel graag winnen. Ja. Heb je ook meegebouwd hieraan? Ja, ik heb er ook mee gebouwd, maar ik denk eigenlijk niet dat we gaan winnen hiermee. Want? Nou, we hadden al een paar hutten, dan drie verdiepingen hoog en wij hadden maar een half eigenlijk. Ja. Heb je niet echt doorgewerkt? Nou ja, we zijn ook heel veel op de springkussens geweest vooral, maar dat was ook heel leuk. Die kinderen maar bouwen en jij aan de wijn? Wij delegeren vooral heel goed. Ja, ja. Dat is knap hoor. Net als thuis. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dat is ook een kunst. Laat ze nou even staan, meneer. Ja, maar ze zijn zo mooi, joh. Kijk dan. Hebben ze dat bouwvernuft van jou? Nee. Nee, heel eerlijk niet. Nee, dat is mevrouw. Ja? Ik kan het nog niet eens een beetje. Waar let je op? Nou, in ieder geval op netheid. En qua leeftijd, wat ze een beetje kunnen. En de originaliteit. Dus, maar we hebben al een hoop saloons gezien, dus dat is wat minder origineel. Maar wel veel drank. Ook veel drank gezien. Maar we zijn niet om te kopen, dus we hebben geen drank genuttig nog. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee, dat is zo, hè. Steeds op zoek naar avontuur. Heb jij me gevangen, dan geef ik me over. Sterf ik aan de totempaal. Kom op je lasso maar en vang me helemaal. Nou, Sophie, van harte gefeliciteerd met je tweede prijs. Ja, dank je. Wat heb je gemaakt? Ik had een cake met witte glazuur en dan had ik een sheriffster erop gemaakt met en cactussen. Jongens, gefeliciteerd. Dankjewel. Blij met de prijs? Ja. Had je het verwacht? Een beetje. Hoe hebben jullie het gefixt? Wij hebben het eigenlijk gewoon gedaan om een goede goudmijn te maken. En daar zijn we heel blij mee dat we deze prijs hebben gewonnen met het laatste jaar dat we konden doen. Ja. Een beetje. Gewoon een beetje? Ja. Hoe heb je het gedaan? Goed, want ik was ook tevreden al met mijn veer. Ja. Tot volgend jaar. Ja. Hey jongens, super gedaan. Gefeliciteerd. Ja.
Ze zeggen altijd dat meedoen belangrijker is dan winnen, maar dat is bullshit, want het gaat om goud, toch? Ja, zeker. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Gewoon heel goed getimmerd en de aankleding ook heel veel thuis voor gemaakt. Ja, veel voorbereid? Ja, heel veel. Volgend jaar weer? Ja, zeker. Beloofd? Ja. Top. Dames. Ja. Complimenten, jullie zien er wel fantastisch uit. Dankjewel. Wat hebben jullie gewonnen? Weet je niet. Nou, laat kijken. Oh. Bonen! Mag ik mee? Nee! Hoe ging het? Goed. Tevreden? Ja. Blij met jullie prijs? Ja. Weet je wat het is? Ja. Wat dan? Kid City. Sorry? Kid City. Wauw. Nou, succes. Ja. En je staat hier ook met een mooie sjaal om je nek. Ja, dat klopt. Vertel. Nou, deze sjaal is gewoon een boerenzakdoek. Maar in mijn andere functie, bij de scouting, heb ik een das om. Een das? Ja, een das. Een groen-bruine das, want dat zijn de kleuren van scouting Jan Kampertroep. Je bent voorzitter van de scouting hier in Maarsen. En je zoekt ook nog mensen, hè? Ja, wij zoeken altijd mensen. Wij zoeken nog een groepsbegeleider. Dus iemand die goed is in dingen onderling regelen, tussen speltakleiding. Wij zoeken nog leiding op de speltakken, op verschillende leeftijdsgroepen. En we zoeken nog hele leuke kinderen die willen bouwen, die samen willen werken, lekker in de natuur. Wat het leuke is, zo'n timmerdorp lijkt verdraaid veel op scouting. Het lijkt verdraaid veel op scouting, want dan doe je ook dingen met hout, met de natuur, met vuurstoken. Dus ja, dit is eigenlijk scouting. Dus eigenlijk zeg je, joh, kinderen, als jullie kijken en je hebt je uit de naad getimmerd deze week en je vond het leuk, kom dan ook eens bij de scouting kijken. Dan zeker. Je mag altijd 3 keer op proef meedraaien om te kijken of je het wat vindt. Of op de vrijdagavond of op de zaterdagmiddag. Zaterdagmiddag hebben we meer plek. En kom gezellig een paar keer meedraaien. En ook al heb je deze week de plank volledig misgeslagen, ook even goed welkom. Ja, zeker. Want dan weet je zeker dat je volgend jaar ook weer bij Timmerdorp bent. Want het is wel ons Timmerdorp. Van de Jan Kampert. Kavel nummer 35. De derde prijs is leuk, de tweede prijs is leuk, maar er is maar 1 ding wat telt, hè? De eerste prijs! Juist, gefeliciteerd! Dankjewel! Had je het verwacht? Ja, een beetje. Ja. Ja, een beetje. Hoeveel werk hebben jullie erin gestoken? Heel veel. Vertel eens. Nou, we hebben heel veel gedaan. Eerst waren we een beetje onzeker wat we nou wouden doen. Of we nou een stuk helemaal dicht zouden maken of dat we een balkon zouden maken. Maar daar zijn we op een gegeven moment toch wel uitgekomen. Ja. Hey jongens, jullie gaan gewoon naar FC Utrecht. Ja, cool! Zijn jullie fan? Ja, een beetje. Ja, ik kijk geen voetbal. Oh, jongen toch. Nou, ik zou zeggen, geniet wel van de wedstrijd. Ja, dankjewel. Doei, hè. En tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. En tot volgend jaar allemaal. Hè. En geef er niet een like op Facebook. Scouting. Oh, groot vreemd.